Yo, Nintendo fans. Welkom bij weer een nieuwe Mario 3D World 100% run video. Zo, dat is echt een hele mond vol. Anyway, we zijn hier in dit prachtige pretpark van Bowser. En we gaan door naar het volgende wereldje. Een brug van verlichting. Mario's Mini. Doe even een duimpje omhoog voor Mini Mario. En vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten als je meer Mini Mario wil zien. En Mini Toad en Mini Peach en meer Rickachu. Ja, dan moet je gewoon even dat doen. Oké, hier zijn dus gewoon allemaal verborgen bruggetjes, hè? Oké. Dus we moeten... We moeten steeds een stukje verder omhoog deze kant op. De bedoeling dat we alle sterretjes natuurlijk weer vinden. Daar is er weer één. Oh, kijk. En dit is een gele ster. Dat is heel nice. Dan kan ik gewoon rustig hier naartoe springen. Hey. En dan kan ik nu dit sterretje pakken. Lekker. Hoppakee. Ja, die gele sterretjes zijn altijd super chill. Nou, ben ik wel even benieuwd. Er zal ongetwijfeld ook ergens op zo'n twompenster zitten, denk ik. Alleen de vraag is dan, op welke? Of misschien dat de stempel daar is op zo'n twompie. Oké, hier is in ieder geval strakjes weer een sterretje. Het wordt nog wel lastig, denk ik, om deze te pakken. Eens even kijken hoe dit moet. Kan ik hier gewoon naar het midden toe lopen? Ja. Dan kan ik gewoon hier naartoe springen. Oh, oké. Dat bedoel ik dus. Hier overheen. 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 Ah, nee. Ik miste net één. Ja, ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Paniek in de tent. Pak de ster. Lekker. Heerlijk. Als je paniek hebt en dat het dan toch lukt. Dat is het beste wat je kan overkomen. Waar is de stempel? Want de derde ster die is daar links. Oh, daar rechts in de lucht. Daar zit de stempel. Oké, links voor de ster en rechts voor de stempel. Oh, als alles ontploft, dan kunnen we even zien hoe de baan gaat. Handig. Wat moeten we hier doen? Ah, kijk eens. We kunnen hier gewoon naartoe springen. Kijk, 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 kijk. Dan kunnen we zo naar het stempeltje. Lekker. Nice. Hoppakee. Nou moeten we denk ik ook daar naar links. Je zag hem daar in de verte waar we naartoe moesten. Nou, gelukkig hou je altijd alles wat je al hebt behaald. Dus ook deze hoeven we niet nog een keer te doen. We kunnen er gewoon langs lopen. Oké. Langs lopen. En de volgende keer proberen om niet geraakt te worden, Rick. Oké, nu kunnen we dus gewoon rechtdoor. We moeten strakjes dus naar links ergens. Dus even kijken waar dat dan precies is. Ik zie haast niks, jongens. Ik denk dat dat hier is. Hier naar links. En dan... Ja, die kant op. Ja, kunnen we gewoon doorlopen? Yes! Oké. Ben benieuwd. Moet dit weer binnen 10 seconden? Ja, dit moet zeker binnen 10 seconden. We kunnen hier bovenop. En dan hier bovenop. En dan hoppakee. Yes! We hebben alles weer binnen in dit eerste level. Lekker. Nu alleen nog even uitspelen. En boven in de vlaggentoren springen. Ja! Dat klinkt echt makkelijker dan dat het is. Oké, we gaan deze kant op. Kijken of we iets kunnen laten ontploffen. Ja, we moeten in ieder geval hier naar rechts. Ah! Oké, dan moeten we daarna hier naar links. Ja, deze kant op. Ja. Ja, we gaan de goede kant op en dan hier de hoek om. Yes! Oh, dan moeten we nu dus hier omhoog. En hopelijk haal ik deze sprong. Ja! We halen het net. Ja, het duurt ongeveer nog een maandje voordat Pokémon Snap uitkomt. Nieuw Pokémon Snap. Ik heb daar heel veel zin in. Ik ben benieuwd. Gaan jullie ook Pokémon Snap halen? Laat het even weten in de reacties. Ik heb echt zoveel zin om al die Pokémon gewoon lekker op de foto te gaan zetten. Pokémon Snap voor de Nintendo 64 was echt een van mijn favoriete Pokémon spin-offs. I love it. En ik ben zo blij dat we nu met nieuwe graphics gewoon weer Pokémon op de foto mogen gaan zetten. Daar heb ik echt veel zin in. Maar nu eerst. Level 5. De zweet. Levende waterwegen. Ja, die Bowser die heeft behoorlijk wat trucjes, jongens. Eerst maar eens even die vissen kapot maken. Hoppakee, wegwezen met die vissen. Dan mogen we daarna hier omhoog. Kunnen we gewoon even... Oh, we konden dat via een walljump doen, dacht ik. Ja, dan moeten we hier... Oh, kijk, dan moeten we hier in dit water. Er is weer nieuw water hier. Grappig. Oké, cool. Leuk gedaan. Nou, dan springen we maar gelijk in het water hierboven. Oh, kijk, linksboven is gelijk de stempel. Daar gaan we als eerst eventjes naartoe. Toppie, die hebben we. Dan hier tussendoor. Kunnen we hier nog even wat dingetjes pakken. Zijn we Kat Mario. Dat is wel chill. Dan kunnen we gewoon zo richting het water klimmen. En dan kunnen we er ook weer zo uitklimmen, wou ik zeggen. Ah, ik ben echt zo goed in het verklokloven van mijn power-ups, jongens. Waarom doe ik dat altijd? Oh, daarboven is iets. Ja, daar had ik dus... Nee, daar had ik een kat voor nodig. Kan ik hier nog een kat krijgen? Nee, hier is Plessie. Oké, poging 2. Kijk, nu hebben we de kat. Ja, zie je? Dan kunnen we gewoon zo rustig hier omhoog klimmen.
Ja, je moet wel een beetje zuinig op je power-up zijn af en toe zo in deze leveltjes. En daar is Plessie weer. Yo! Plessie! Oké, waar zijn alle dingetjes die we met Plessie kunnen gaan pakken dan? Hier zal vast ook wel ergens een sterretje zijn of zo. Nee, niet? Oké, cool. Nou, dan gaan we er gewoon af. Misschien hier op een van deze muren? Ja, ik zie hier sowieso een randje. Ik zie hier een randje, jongens. Kijk. En dan kunnen we hier omhoog. Ja, en dan hebben we inderdaad hier een sterretje. Kunnen we nog verder omhoog? Nee, dat niet. Maar nu moeten we nog één ster zien te vinden. Oké, gaat dit water ook uit zichzelf bewegen? Nee, dat niet. Dit water beweegt niet. Kunnen we hier omhoog? Kan wel, maar er zit niks. Zit er dan hier ergens misschien wat? Oh, jongens. Dit ging net goed. Lekker. Oké, en dan? Waar moeten we naartoe? Oh, gaat dit goed? Ja, tot nu toe gaat dit goed. Kunnen we hierin? Nee, ik dacht dat we erin konden. Het leek er net op alsof we erin konden. Hierboven, hè? Hierboven is een ster. Ja, kijk, wolkie. En dan moeten we hier weer keihard gaan rennen. En dan is aan het einde sowieso de ster. En het sterretje. Ja hoor. We gaan goed, we gaan hard. En dan zijn we er. Het einde van het level. Nice. Spoken in the spotlights. Oké. We hebben hier een spotlight lamp ding. Hallo, boetje. Moeten we gewoon op deze manier alle spookjes even slopen? I guess. Ja, we moeten sowieso straks daar naar links. Ah, dat is een Luigi-knop. Oké, we moeten hier sowieso nog terug, jongens. Daar is een Luigi-knop. Het is niet dat wij daar iets mee kunnen gaan doen. En ik mis de powerblok. Geen idee of dat nodig was. Hallo, boetje. Hallo. Shine bright like a diamond. Oh, kijk. Kijk, daar in de verte is een ster. Dus dat is een spiegel. Dus die ster die is dan hier. De eerste ster. Lekker. Ah, we hebben dus alleen de stempel waarschijnlijk gemist door dat Luigi-knoppie. Dus we moeten sowieso dit leveltje nog een keertje gaan spelen met Luigi. Ah, maar die powerblock, zijn die dan voor dry bones en zo? Ja. We worden straks lastiggevallen door al deze gasten. Kunnen we hier naartoe? Nee? Oh, wacht. Springen. Powerblockie, lekker. Oh, de timing, jongens. De timing was wel echt heel lekker. Oké, zo te zien is hier niet echt meer iets. Dus we gaan gewoon lekker door. Dan zijn we halverwege. En dan gaan we naar boven op dit platformpie. Door de deur. Oh, kijk al die Bowser statues. Oh, daar rechts. We moeten hier naar rechts springen. Spring! Lekker. Oh, we moeten al deze boosts kapot maken. Binnen een paar seconden. Oh, dit wordt lastig. Dit is lastig. Pak hem. Ja, we hebben hem. Nice. Heerlijk. Door het deurtje. En door. Woe, die was echt... Oh, dat scheelde echt niet veel, jongens. Nou, moeten we nu even het goede deurtje zien te vinden. En natuurlijk is het laatste deurtje het goede deurtje. Let's go. En dan hier nog even op zoek naar de laatste ster straks. Ja, dit is wel een iets lastiger platformpje. Hier kan je namelijk niet op stil blijven staan. Of misschien wel. Oh, dat draait vanzelf mee. Oh, dat is best wel een chill platformpje eigenlijk dan. Kijk, die richt gewoon gelijk goed. Ik hoef alleen maar te blijven staan. Super nice. Oh nee, daar zijn weer dry bonesies. Even goed kijken of we die laatste ster kunnen vinden. In ieder geval deze even kapot plempen. Nice. Oké. Ja, lekker. Dry bonesie hier. Ja, top. Even al die spookjes kapot maken. Lekker. Oké. Oh, wacht. Dry bones, hou op. Ga weg. Volgens mij is het niet eens een draaibones, want een draaibones die kan niet vliegen. Deze heette officieel anders. Lekker. Ah! Oké, we hebben het overleefd. Ik ga gewoon deze ster pakken. Maakt niet uit. Go. Eigenlijk had je dus een lampje nodig om die ster te pakken, maar ik had scheid. Ik ging gewoon. Oké. Hierin. Kom op. Nou, het maakt ook niet uit. We hebben gelukkig een Katten Mario power-up, dus we kunnen nog zo naar de top klimmen. Lekker. Alleen dus even nog de stempel ophalen nu met Luigi. Ja hoor, daar is die, onze held Luigi. Alright, dan moeten we even hier naar links springen en deze knop even pounden. Oh, we hoeven hem niet eens te pounden, we kunnen er gewoon op springen. En dan is daar inderdaad het stempeltje. Hoppakee.
Net hadden we deze buis vrijgespeeld, dus dan gaan we even kijken waar die buis ons naartoe leidt. Hier naar boven. En kijk, dan hebben we een hele mooie view zo naar het reuzenrad van Bowser. Als dit een pretpark zou zijn, dan zou ik daar naartoe gaan. Anyways, hier is dan weer zo'n leveltje waarin je 10 sterren kan verzamelen. Krachtige klimmers in het verrassingshuisje. Oké, nou, krachtige klimmers, dat betekent denk ik dat wij een kattenpower-upje nodig hebben. Ik had er misschien even een reserve power-upje moeten pakken daar. Misschien kan dat nog. We kunnen nog rustiger naar beneden. Eens even kijken. Kijk, ja, inderdaad. Hier een reserve kattenbelletje. Yo! Oké, dit moet ook prima te doen zijn. Ja, deze is ook niet zo heel erg moeilijk. Oh, deze is wel lastig. Deze wil ons volgens mij gewoon heel graag belazeren. Ja, gelukkig is die vrij langzaam. Dus we hebben de tijd. En dit, wat is dit? Moeten we hier overheen? En dan hier omhoog springen. Ook niet zo heel moeilijk. Nummertje 5. Oh, dit is dezelfde als de net. Alleen ik denk dat we nu dus hoger moeten gaan klimmen. Ja, kijk, de pijltjes die wijzen ons allemaal hier naartoe. Top. Lekker. Nice. Nummertje 6. Oh, kijk, nu moeten we hier even doorheen slaan. Zo. Ja, en dan hier dit klappen. Lekker, geen probleem. Oh, dit is wel een vervelende, denk ik. Alhoewel. Ja, dit klimmen ging ons wel goed af. Sorry, jongens. Ik zat even in mijn focus. Ik kon even niet meer praten. Hoorde je het? Oh, deze is in het midden. Moeten we even goed springen. En dan... Ja, oké. Nog 2 te gaan. Hopelijk gaat het niet bij de allerlaatste fout. Even kijken. Dit kapot maken. Zo, dan pauwblokjes kapot. Ja, lekker. En door. Nog 1. Nou, tot nu toe is het niet zo moeilijk. Hopen dat de laatste ook niet te moeilijk is. Oké, nu moeten we gewoon heel snel klimmen, denk ik. Gaat dit goed? Gaat dit goed? Gaat dit goed? Heb ik... Ja, heb ik... Ben ik snel genoeg? Ben ik snel genoeg? Rennen, Luigi! Rennen! Rennen! Ah, nee! Go Toad! Jij kan dit! Jij bent sneller dan Luigi! Kijk, ja, dit... Kijk, hier zit een tempootje in, jongen. Kijk, Toad heeft gewoon nog 2 seconden over, jongen. Lekker. Als je dingen met snelheid wil doen... Kies Toad. Anyway, we zijn nu echt heel dicht bij het einde. We moeten nog maar 4 leveltjes voor deze wereld. Dus als je zin hebt in al dat pracht en praal van deze kermiswereld, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickandTune. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!